En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht, overwegend in het binnenland, komen er nog perioden voor met buien, mogelijk ook een onweersbui. Aan het einde van de nacht ontwikkelt zich nevel of mist in enkele gebieden. Morgenochtend, 22 november, is er een enkele regenbui mogelijk. Gedurende de middag en begin van de avond zijn er lokaal perioden met buien, soms met onweer. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 22 november het lokaal winderig zal zijn. Ook is er een matige onweersbui mogelijk, vooral in het binnenland.